And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you're ever stressed the size. Where you go? Populair vlogger TikToker, dat ben je nu mij kent. Maar ik ben heel bekend in Randwijk. Hè? Nieuwsje? Hè, strijder? Goed zijn je ouders, hè? Fijn zonder ouders. Goed weekend, jongens, en geniet van het zonnetje. Yo! Hè? Ja, hopelijk met telefoon. Hopelijk wel. Yo! Dag vandaag. Sommige mensen lekker aan het werk. Met het mooie weer. Sommige mensen zijn lekker aan het fietsen. Sommige mensen hun klussen uit. Zandijk, hartstikke mooi. Temperatuurtje buiten. Poepoe. Het is lekker, maar het is af. Het is aan de kant ook al fris. Het wordt altijd een zomerjas, denk ik. Ga lekker op het dijkje lopen. Let's go. Het is prachtig in om uit te gaan. Zo mensen, nieuwe start, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mooie zaterdag, een stukje verder lopen. Goeiedag. Kijk even mooi, de paal staat hoog joh. Randwijk. Het is een mooi dorpje. Hij ligt aan de kant van de dijk bij de Rijn. Heel mooi dorpje waar heel veel gebeurd is. Maar prachtige mensen, prachtige fietsers die langs fietsen. Hallo meneer. Hallo. Natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Ik heb 19 jaar lang gewoond, dus dat is wel zo. Hoi, goed bezig. Waar ben je gezeten in een winterdepressie zo? Het was heel veel nat, heel veel weken nat en nu is het eindelijk een keer droog. Dus moet je echt lekker van genieten. En dat is een geluksmomentje dankbaarheid challenge. Dat gaan we ook gewoon lekker doen. Dus let's go. We gaan gewoon lekker begroeten en kijken wat er gebeurt. Alle mensen hebben zin in. We gaan gewoon gezellig vlog maken. Ik moet ook wel baas zitten bij het tunnel mijn vader. Ik wil het checken. Ik heb een onder ons die nieuw zijn met YouTube-kanaal. Ik check dit even. Zo, we hebben Randwijk. Een klein stukje verder. Ik heb natuurlijk geen internet hier. Dan zit ik nu zes wifi leven. We gaan lekker. Dingen vertellen. Inmiddels, bij mijn moeder alweer 12,5 jaar plezier in de hoofddruk, dus wij willen studeren. Dus dat is hartstikke goed, ik ben ook mega trots op. Lekker op de dijk met vloggen, gewoon dat kan. Hartstikke leuk, hartstikke gaaf, hartstikke top. Dus, we gaan ons even lekker op de positiviteit zeggen, het uitdelen. Gewoon even lekker mensen, maar goed, zo is het. Dat lekker weertje mensen. Van mijn ouders. Super leuk. Het is lekker weer, hè? Ik wil genieten, hè? Goed zo, niet van. Geniet van je weekend, hè? Dankjewel. Jojo. Randwijk weer in mensen. Super leuk, super tof. Let's go. Je moet altijd betere content tegenwoordig, hè? Wat nieuwer, wat vernieuwder, wat betere, positiever, gezelliger, energieker. Ik ga je een aantal dingen van Randwijk vertellen. Het is natuurlijk al maart van 2020, dat ik nu start. En
betekent ook dat het mooi verder gaat vanavond. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dat betekent ook dat ik even dat ik vroeger opgezet toen ik jong was. Hartstikke mooi. Oh. Ben jij goed bezig? Ja. Zo, dan hier op zaterdag. Ja? Goed zo. Goed zo, Jantje. Jo. Zo, dat was even leuk. Maar het is goed. Nou, ik ben druk thuis, ook druk bezig met verbouwen. Bouw bedoel ik. Ik merk dat ik een beetje druk in mijn hoofd ben. Zal ik de keuken opruimen? Dus ik zal mijn kaartje nemen, dat is een medicatie, dus dan ga ik zo meteen even lekker zo gaan doen. Ik kan er ook op doen vandaag, weet ik niet, maar het wordt in ieder geval een heel mooi weekend, heel mooi weer. Spuizen lopen, ga ik allemaal dingen vertellen. Ondertussen ga ik lekker door op een route nemen, gewoon dat kan. Zonder op. Ja, kan gewoon. Hoekje aan. Een vrouw met de hond. Ah, joh. Hoi. Hallo. Hij is enthousiast, zeg, poepoe. Ik wil ook jullie bedanken dat jullie afgelopen jaar mijn vlogs en TikToks hebben gekeken. En dat er nu 330 abonnees hebben gepasseerd. Daar ben ik hartstikke blij mee. En op naar 340 en 400 abonnees. Dat zou ik ook heel tof vinden. Er wordt een hoop gebouwd, er wordt een hoop geklust. Landwijk is veranderd. Heel mooi dorpje. Dat is ook belangrijk. Ik zal het dus altijd dingetjes vertellen. Ik ben gehad gisteren. Gisteravond weekendborrel nog gehad. Kunnen we zo'n ochtend TikTok zien. En ik zal straks even een poosje even gaan schrijven. Positieve dingen. Ondertussen wil ik jullie een paar dingen vertellen over mijn content. Ik zal regelmatig pauzes nemen. Ik heb natuurlijk maandenlang gezegd dat ik steeds de wagen wil houden. En waarschijnlijk gaat het gebeuren. Maar wel dat ik tegen mijn tijd inlever. En dat ik op tijd de bed afsluit. En dat ik op tijd gewoon wil slapen. Want ik heb wel een slaapprobleem. Dan ben ik even heel eerlijk. Houdt in. Ik ben alle tijden wakker 's nachts. Ik heb helemaal geen werk meer nodig. En ik heb moeite met het bed komen. Ik heb de hele week moeite met het bed komen. Dan heb ik hier vandaag tips voor jullie. Als je werken gaat, je hebt heel lang in de vakantie mee gehad, is het belangrijk om te denken van waar doe ik het voor? Wat doe ik? Hoe zorg ik ervoor dat ik op tijd wakker blijf? Staat ik om tijd naar het werk te gaan. We zijn te buiten. Ja, ondertussen ga ik vanmiddag met het grasveld lopen. Een aantal families. Leuk om mensen met voeten. Zo, mooie Randwijk. En ik moet zeggen, deze tijd ben ik altijd een beetje druk omhoog. Goed, ga de lammetjes aangekomen aan natuurlijk. Zoals allemaal gaan, hartstikke nice. Hier, dus ik ga nu even afronden. Ik zie jullie zo meteen eens, mooie sandwich. Yes. Oh. Zo. Lekker erop en de straat in. Waar ik gewoond heb. Change me, though they didn't play me, but never did play me. Levi came, all of the dolls, the leaders ain't called. I need a Dion, ain't bringing no tricks. Time is on prime, the Christ Amazon. Anyone from the click and deliver today. Keep it in grace, the people of God get caught in the fray. Care about no views, don't care about no plays. And oh, you went viral, what a disciples you made. You can love Jesus for social media. Poppy, mooi. Ik heb weinig content gemaakt, laatst tijd over het geloof. Maar de bedoeling is dat ik weer Bijbel ga lezen. Dat ik weer christelijke beatbox en talks, TikToks en vlogs en kopjes ga maken. Mijn bedoeling is ook dat ik meer de dienst is waar ik tegen een boek zou praten. Na dienst ga breakdance, beatboxen
en met mensen gaan praten. Dat is de bedoeling om dat de komende tijd vol te houden. En ik laat je nog veel meer weten. Ook tegen jullie vertellen dat je waardevol bent. Je bent uniek, je bent een prachtig persoon, je bent prachtig. Degene die jou gemaakt heeft is God. En God houdt veel zoals je bent. En ik wil vandaag voorbij met alle positieve reacties, alle likes. En iedereen die mensen mij zo fijn vinden, gezellig vinden, leuk vinden, vind ik wel heel fijn. Ik heb net gewoon de 1,3k likes gehad. TikTok beluisteringen, daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik wil even deze video maken bij mijn bed om te vertellen dat het goed ging met de vaten als ze wegzet. Het ging goed met aan tafel zitten, met eten. Ik heb autisme, dat weten we. En heel veel mensen vinden mij druk of heel veel mensen vinden mij vervelend. Maar ik doe mijn best om goede content te maken. En dan ligt je de ket in, die zit goed hier. Dan zit het beter. Dit shirt heb ik met het festival gekocht. Ik heb een Sound of Heaven Music Event. En dan komt waarschijnlijk weer een festival aan binnenkort. Mijn broer en ik zijn een mannen geweest. Pilter pas geleden. Mijn baard is super strak en net zei. En daar ben ik heel dankbaar voor dat mijn vader dat voor mij gedaan heeft, een baardje getrimd heb. En ik ga ook een beetje nieuwe wax of nieuwe gel erin, zodat het een beetje strak wordt om het kammetje te doen. Ik ga je ook uitleggen over mijn bezorging. Hoe ik mijn gezicht reinig, hoe ik het netjes hou, hoe ik mijn iedere keer laat fietsen en de vermoeidheid iedere keer zo fris en wakker ben. Maar ik van dat ik niet fit ben geweest, heel veel moe ben geweest, heel veel bijgeslapen heb. Maar wel letterlijk tijd gehad, dat ging super goed. Als je veel kijkt, zie je het verder kijken van deze vlog verder. En na wie ze morgen komt wel online. Dus, God houdt van jou. We hebben allemaal wat. Je bent waardevol in Gods handen. En alles wat je meemaakt, God weet alles en is bij je. En altijd en overal en om ons heen. Hij weet alles, hij ziet alles. En je mag elke dag danken voor, goedemorgen Heer, dank voor deze dag zeggen. En altijd s'avonds vraag ik de Heer jou veilig laten slapen. Goede nacht rust teruggeven. Fijne dromen. Gewoon nog weten, God verhoudt aan iedereen om je heen. Dat hij bij iedereen om je heen is. Amen. Kort ook verder dat weer getuigenis spreekt. Dan komt een psalmbeatbox aan. Dan komt er kunsttekeningen met alle dingen die ik in mijn hoofd heb gehad. Komt er weer aan. Dat komt waarschijnlijk morgen. Waarschijnlijk ga ik er morgen doen. Dus dat. God bless you. Heer van mijn volgens verder. Dus inmiddels alweer. 7:30. Doei.